Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland hangen wolkenvelden en uit die bewolking valt op een enkele plek een buitje. De wolken horen bij een storing en als je naar Engeland keek dan zag je dat daar vrijwel geen bewolking was en die brede opklaringen komen onze kant op. Vanochtend dus veel wolken, af en toe zon en her en der een buitje, temperaturen al best aangenaam 20-21 graden. Maar vanmiddag dan begint de zonterrein te winnen en dan wordt het warmer, 21 tot lokaal 25 graden. En die buitjes die trekken dan naar het oosten weg. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog. En halverwege de avond ligt de temperatuur zo tussen de 18 en 22 graden. En de wind die is de hele dag vrij rustig, alleen aan zee af en toe windkracht 3 of 4. Morgen een vergelijkbare windkracht uit westelijke richting. En dan wordt het iets minder warm dan vandaag, 21 tot 23 graden. Zo aan de ochtend als middag schijnt de zon van tijd tot tijd... Valt een lokale bui. Woensdag is het in de ochtend ook nog grotendeels droog. Later op de dag neemt de kans op buien weer toe. En ook donderdag en vrijdag verwachten we van tijd tot tijd buien. Temperaturen zijn nog een beetje onzeker. Laten we zeggen zo rond de 23 graden. En het kan dan eventueel misschien een beetje meevallen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.